Irene Schout uit Andijk, Noord-Holland. Onder de 37. Heel sterk. Voor velen toch de verrassing in deze uitslag. Schouten onervaren, maar ook onbevangen. 21 jaar, debuteert bij het wereldkampioenschap. En doet het fantastisch hoor. 7-11-56. Schouten nu op volle snelheid samen met Blondet. Schouten, ja! De wereldtitel. Vlak na haar eerste WK-zege gaat ze samenwerken met Jillert Anema. Want volgens Schouten wordt iedereen beter bij Jillert. Maar dat seizoen krijgt ze slecht nieuws. Haar moeder wordt getroffen door een hersenbloeding. Ze is nog niet ontwaakt. Dat is gewoon... Ik mis haar nu al. Ja, ik weet gewoon niet hoe je dat straks verder moet. Anderhalf jaar later op de Spelen van Pyeongchang... wint ze een Olympische medaille. Het komt aan op de laatste fase. Een wielskracht. Takagi ligt voor. Een kampioen uit Japan. Ja! En brons voor Schouten. Een medaille voor Irene Schouten. Schouten met een hele lange sprint. Wat is ze sterk! Schouten in 2015 de wereldkampioene. En ook in 2019 ze wint. Afgetekend. Wat een sprint. Wat heeft ze dit goed gedaan. In 2020 valt het kwartje ook voor de lange afstand Schouten. Ze domineert op het NK. Schouten de armen wijd voor de eindsprint. 4-0-1-94. Schouten is de nationaal kampioen. Uiteindelijk was het goed genoeg. En hoe kan dat dan? Geloof. Zij is een van de grote van dit nationaal kampioenschap. Op de wereldkampioenschappen wint ze dan ook voor het eerst op een klassieke afstand. De 5 kilometer. 6:48:53. Hier ben ik echt heel blij mee. Nou. Ik ga goed het seizoen uit. Het jaar erna wint Schouten alles. NK's, EK's, WK Allround, maar natuurlijk ook 3 keer goud op de Olympische Spelen. Wat een nooit fantastische race. Kijk naar de druk die van eraf valt. Vanmiddag lag ik in bed en dacht ik, dit is niet leuk. Ik wil dat het vanavond is. En nu is al die stress is er even uit. En dat is wel heel lekker. Bevrijd van de favoriete rol. Helemaal los. Dit is een van de beste 5 kilometers in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Goud voor Schouten. Schouten pakt Olympisch goud. Haar 3e goud bij deze Olympische Spelen. Koningin, hè? Een jaar later gaat het ineens allemaal minder. Ze plaatst zich maar net voor het WK. 300ste komt zo! Zeg, hand voor de mond. Dus je redt het dan wel op mentaliteit? Of... Vechten. Op het WK vecht ze en schittert ze op de 5 kilometer. Een staande ovatie voor de Olympisch kampioen. De regerend wereldkampioen die haar titel gaat prolongeren. 6:41:25. En niet vaak is Jillert Anema dit emotioneel. Is prachtig. Hier komt alles naar buiten. De frustratie van het hele seizoen. Ook dit seizoen verloopt lastig voor Schouten. Ze is zoekende tijdens wereldbekers, pakt wel Nederlandse titels, maar eindigt op het EK 2 keer als tweede. Op het WK komt alles goed, met 3 keer goud. Blondet ligt voor, Blondet. Schouten! Zijn we Schouten? Nee toch? Irene Schouten! Nou zeg! De granddame van de lange afstanden.